Welkom in het Estadio Azteca, waar we in afwachting zijn van het begin van deze interessante wedstrijd. Het commentaar bij deze wedstrijd krijgt u, zoals altijd, van mij. Ik ben Siert en naast me zit Jeroen. We weten echt niet wat ons te wachten staat vandaag. Maar wat we wel weten is dat we geen kaarten of vrije trappen te zien zullen krijgen. Ik kijk er naar uit, Jeroen. Nog even resumeren. Als ik het goed begrijp, Siert, loopt de scheidsrechter eigenlijk voor spek en bonen in het veld. Dat is wel apart. Er is al veel voetbalhistorie geschreven in het Estadio Azteca van Mexico-stad. In 1968 werden er Olympische voetbalwedstrijden gespeeld. In 1970 en 1986 speelden ze hier de finales van het WK-voetbal. Ja, dat zijn natuurlijk legendarische wedstrijden. Hè? De 4-1 van Brazilië tegen Italië in 70 en in 1986 de finale tussen Argentinië en West-Duitsland. En Maradona scoorde hier natuurlijk ook. Bekende doelpunt, de hand van God, de hensbal in de kwartfinale tegen Engeland, die Argentinië met 2-1. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Hij gaat verder. Daar schiet hij op doel. Die bal wordt geblokt door die speler. Ze moeten gek van hem worden. Weer staat hij ertussen. En weer stuit die bal op dezelfde speler. Ethan en Padu. Op de brommer er voorbij. De ruimte ingestuurd. Die poging strand. Jesus Corona. Irving Lozano. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Irving Lozano. Die is voor de doelman. Hoekschop van Irving Lozano. Komt in de 16 meter. Die doelman moet opletten. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. Roberts. Richards. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Smith. En nu wordt het oppassen. Voorzet bij de tweede paal. Het spel gaat verder naar die redding. Vela. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Nu snel eruit komen. Gaat dit wat worden? Ideaal moment voor een voorzet.
Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Javier Hernandez. Roberts. Javier Hernandez. Ja, voorzet nu. Maar die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Hij kan mooi doorstomen daar. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Door de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Het ziet er veelbelovend uit. Zijn schot belandt ver naast het doel. Irving Lozano. Dit kan wel eens een kans opleveren. De speler blokkeert het schot. Mogelijkheden voor een counter. Nee, de counterkans is voorbij. Defensie staat weer in positie. Dit begint op een aanval te lijken. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Dit was een riskante sliding zo in de eigen 16. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ja, die is raak. Het openingsdoelpunt. Er is maar een klein kansje en die ligt in het netje. Ja, de wedstrijd is los. En we gaan zien wat er nu verder gaat gebeuren. Prima gedaan hoor. Deze kans wordt netjes afgerond. Hier, nog een keer. Moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. Zo maak je een kans af. Geen enkele twijfel. Lekker erin gekopt. Maar op de voorzet valt natuurlijk ook helemaal niets aan te merken, Siert. De score is geopend. Het is 1-0. Javier Hernandez. Irving Lozano. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Verdediging let goed op. Ze komen opnieuw in balbezit. De doelman maakt zich groot. Knappe redding. Ze mogen een inworp nemen. Er ligt een counter op de loer. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Carlitos Vela. Het andere team weer aan de bal. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Ze geven de bal weg.
Wat gaat hij hiermee doen? Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Ze kunnen snel uitbreken nu. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. De verdediging steekt een stokje voor die counter. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. In het centrum gespeeld. Irving Lozano. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En hij komt eruit met de bal. Toch de schietkans. En hij voorkomt dat doelpunt. Ja, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-op-1 voor de keeper. Hoekschop wordt voorgegeven. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Carlos Vela. De speler raakt het balbezit kwijt. Chicharito. Ethan en Padu. Smith. Veel ruimte op de flank. Hij laat de tegenstander achter zich. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Irving Lozano. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En de keeper pakt die bal. Wat een actie zeg. De speler ging alleen op hem af, maar faalt. Maar dat is vooral te danken aan de redding van de keeper natuurlijk. Hoekschop komt voor. Makkelijk voor die doelman. Irving Lozano. Chicharito. Chicharito! En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken, hoe langer je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met 2 handen aan. Roberts. Hij let goed op en onderschept die paas. En de bal gaat naar de tegenstander. De bal gaat richting Chicharito. Mooie kopbal. Die bal gaat er schitterend in. De keeper kon deze goed geplaatste kopbal niet stoppen. Om een bal goed te koppen heb je techniek nodig. En op dat terrein komt hij duidelijk niet tekort. Ze weten van elkaar eigenlijk precies wat de bedoeling hier is. Hij weet dat de voorzet gaat komen waar de bal eigenlijk terecht komt. En dan is het een kwestie van binnenkoppen. Nog eens vanuit een andere hoek. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ze leveren de bal in. Irving Lozano. Roberts. Zeeën van ruimte voor zich. Via een tegenstander over de achterlijn. Hoekschop.
Corner voor het doel gebracht. De doelman ziet die hoekschop recht op zich afkomen. En de doelman gaat op avontuur. Spectaculair dit. Maar op. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Chicharito, oh, prima steekpaaltje. Redding, spel gaat verder. Geweldig doelpunt, echt. Ja, dat is vervelend voor die doelman. De eerste inzet weten te keren, heel knap gedaan, maar dan gaat hij hier alsnog in. Die eerste inzet wordt nog gekeerd, maar dan zie je hier dat het fout gaat. Ja, de doelman kon die bal niet bij zich houden, met alle gevolgen van die. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Smith. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Javier Hernandez. Wat gaat hij hiermee doen? Doelkans! Hoe doet hij het? Een omhaal! En wat een geweldige treffer, zeg. Formidabel. Zo, je ziet spelers wel vaker een omhaal proberen, maar dat ze dan zo fraai ingaan, dat is zeldzaam. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. De field official geeft aan dat we nog 4 minuten extra speeltijd krijgen. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Javier Hernandez. Carlos Vela vervolgt ze en daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij zit erin met het hoofd. Zo, die zit er mooi in, zeg. Prima doelpunt met het hoofd geplaatst. Ja, dat ziet er uitstekend uit. Hij raakt de bal goed met het hoofd en de doelman is volstrekt kansloos. Prima gedaan, hoor. Deze kans wordt netjes afgerond. Die herhaling laat nog eens zien hoe formidabel die voorzet van links gegeven wordt. Ja, maar deze speler heeft ook de reputatie natuurlijk dat hij dit soort dingen kan. Zo maak je een kans af. Geen enkele twijfel. Lekker erin gekopt. Maar op de voorzet valt natuurlijk ook helemaal niets aan te merken, Siert. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Ethan en Padu. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. En daar fluit de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft. En dat geeft ons een moment om even bij te komen van al dat doelpuntengeweld op het veld. Het ene nationale elftal dat het andere compleet kortwiekt. Nou, misschien wel afslacht. Het is volstrekt waanzinnig wat hier vandaag gebeurt. En we gaan verder met de tweede helft. Afgaand op de eerste helft denk ik dat het niet spannend gaat worden. Roberts. Nou, wat kan hij hiermee? Het ziet er veelbelovend uit. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Ruimte voor de counter. Smith.
Die doelman moet opletten. Gaat dit wat worden? Ze leveren de bal in. Hoekschop wordt voorgegeven. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. De verdediging heeft geen antwoord op die hoekschop. De tegenstander is volkomen van het padje bij deze hoekschop. En hij wordt uitstekend genomen en netjes afgemaakt. De bal wordt voortreffelijk geraakt. Echt voortreffelijk. Daar kan de keeper heel weinig aan doen. Nog eens vanuit een andere hoek. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Javier Hernandez. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Hij werkt hem weg. Taylor. Mogelijkheden voor een counter. Hij speelt hem naar de flank. De aanvaller is er vandoor. Hij weet het niet te dekken. Die bal mist het doel ruimschoots. Nou, wat een afzwaaier zeg. En dat is zonde, want er ging een vlijmscherpe counter aan vooraf. Alle ruimte op de flank. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Via de keeper over het doel. Lozano met de bal in de 16. De speler blokkeert het schot. Ze mogen opnieuw een hoekschop nemen. De bal komt voor het doel. Het gevaar is geweken, de bal is weg. De doelman is nu wel heel ver aan de wandel. Wat is hij van plan? Wat een gepruts van die doelman zeg. De speler werkt de bal weg. Carlos Salcedo. Ja, de tegenstanders zullen het initiatief moeten nemen, want zelf blijven ze achterin hangen. Schiet kans! En de bal ligt in het net. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van een mooie aanval over een aantal schijven. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Het ziet er veelbelovend uit. Een sluwe steekpaas. Kans om te scoren. Wat een misser zeg, wat een kluts.
dat zijn toch ballen die er gewoon in moeten van zo'n afstand? Ja, voor de doelman was het een eitje. Hij kon heel makkelijk de bal pakken. Ik denk eigenlijk dat hij daar zelf ook heel erg door verrast was. Chicharito. Goeie redding, zeg. Corner voor het doel gebracht. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Hij gaat verder. Daar zit iemand tussen bij dat schot. En die bal is voorlopig weg. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een itsie-pitsie nauwkeurigheid. Ja, dit zijn confronterende cijfers, Siert. Dat ze hard aankomen. Het is een onwaarschijnlijke rommel daarachterin. Als dit zo doorgaat, nou, dan denk ik dat ze vol schaamte de kleedkamer zullen opzoeken. Carlitos Vela. Hij stoomt verderop. Die bal verdwijnt in het net. Op de een of andere manier weet hij voortdurend de bal onder controle te houden. En niemand van de tegenpartij grijpt echt doortastend in. Een andere hoek voor de herhaling. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Roberts. Werkt de bal goed weg. Zeeën van ruimte voor zich. En dan de voorzet. Ja, en nu scoren! Onder druk heeft hij de bal. Redding, spel gaat verder. Weer een redding. De bal over de achterlijn. Bal naar het midden. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Zou wel eens wat kunnen worden. Zo'n loopactie. Daar schiet hij. Ja, hij pakt hem. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Ze krijgen die bal maar niet weg. De doelman met een makkelijke redding. Smith. David Brooks. Hij zit er goed tussen bij die pas. Daar gaat het balbezit. Die doelman moet opletten. Met een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Hij gaat schieten. Wat een geweldige bal.
Ja, prachtig. In één keer peert hij hem laag in de linkerhoek. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. David Brooks blijft goed aan de bal. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. En die bal is weg. Ja, nu kan er een counter komen. De verdedigers zijn terug in positie. Counter dus voorbij. Komt die! En een schitterende stoepduik van de doelman. Corner voor het doel gebracht. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Taylor. Paas over de zijkant van het veld. Komt steeds iets verder. Bal vast in de hand. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Richards. Wat gaat hij hiermee doen? Kans hier. De verdediger grijpt goed in. Carlitos Vela. En nu wordt het oppassen. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Taylor. Smith. David Brooks. Slordig. Het balbezit. Javier Hernandez kan er hier voor gevaar zorgen. Die bal wordt geblokt door die speler. Werkt de bal goed weg. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. De wedstrijd duurt niet lang meer. Er is maar één ploeg die schiet op doel. Zo, wat een mooie. En later in de wedstrijd maken ze er gewoon nog eentje. De overwinning was natuurlijk al binnen, maar ze blijven op zoek naar meer. Een andere hoek voor de herhaling. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Ethan en Padu. Oh, wordt ingeleverd. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Deze bal is niet te stoppen vandaag. Weer een knappe tackle. Speelt hem hoog naar die speler. Figueroa. Javier Hernandez.
Doelpoging, schot. En de doelman met een redding. En weer een hoekschop. Hoekschop wordt voorgegeven. Hij neemt geen risico en beukt de cornerbal weg. Rosales. Uitstekende mogelijkheid. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Gaat dit wat worden? Snijdt door bij de achterlijn. Hij schiet de bal. Keeper redt en het spel gaat door. En die bal is weg. Nou, wat kan hij hiermee? Bam! En dat is een mooi doelpunt. De overwinning was al binnen, maar in de extra speelminuten komt er toch nog een goaltje bij. Nou, als het toch niet duidelijk was, dan is dat nu wel. De winst is binnen. Ja, kat en bakkie, ze hebben hun tegenstanders op alle vlakken afgetroefd. Alle vlakken. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Smith. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Figueroa. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Voorzet gegeven, hij staat vrij. Gered door de keeper. Bal, boom! Koekoek, wat een doelpunt! Ja, in de blessuretijd pakken ze dan nog een doelpunt mee. Deze hadden ze natuurlijk niet echt meer nodig. Mooie redding, maar hij krijgt die bal niet weg. En dan gaat het alsnog fout. Ja, inderdaad, zie je het. Die aanvallende partij blijft alert en slaat er alsnog toe. Nog eens vanuit een andere hoek. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Officieel was het een vriendschappelijke wedstrijd, maar de inzet was die van een echte wedstrijd. Ja, de spelers namen deze wedstrijd serieus hoor. En die deden hun uiterste best om er iets memorabels van te maken.